is 12 uur en we gaan beginnen met de staande pilateshouding. Dus zet je hielen tegen elkaar aan, je voeten in een V en met je aandacht naar je houding en je adem. Wanneer je inademt, maak wat ruimte tussen navel en borst. En wanneer je uitademt, voel dat je je navel wat naar je wervelkolom kunt brengen. Adem weer in. En adem uit. Duw. Span zachtjes je bilspieren, bekkenbodemspieren aan. Schouders blijven laag. En op volgende inademing breng je armen en je hielen omhoog. En dan heel langzaam weer rustig terug. Je ademt in. En uit. Heb je nog steeds contact met je buikspieren? Op je inademing naar de ribben en adem uit, navel naar binnen. Kun jij je buikspieren een beetje aangespannen houden terwijl je inademt naar je ribben en kom rustig terug. Heel goed, hou je schouders laag, voel de lengte in je wervelkolom. Adem uit, nog 4 keer. Inademen. En uit. Maak het contact met de buikspieren. Heel goed. Nog 2 maal. In. En uit. Laatste keer. Adem in. En adem uit. Breng nu alleen je hielen omhoog en je armen gaan op schouderhoogte. Kijk of je je hielen wat naar elkaar toe kunt duwen. Span je bil, bekkenbodem, buikspieren aan. En dan draai je je handpalmen up en down. Terwijl je lichtjes up en neer gaat. Blijf knijpen. Schouders blijven laag. Trek je navel naar binnen. Richting je wervelkolom. Probeer dat te blijven voelen. Adem in. En adem uit. Heel goed. Strek je vingers, strek je armen, hou je schouders laag. Knijpen. Als je merkt dat je armen te pijnlijk worden, schud ze dan even los. En dan ga je weer door. Datzelfde geldt voor je kuiten. Gespannen kuiten betekent even de benen losschudden. Knijpen. Navel naar binnen. Heel goed. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 en ontspan. Schud even los, schud je benen los, voeten onder de heup. Kom hier in een squat positie, handen voor de borst. Je maakt een stap opzij en weer terug. Andere kant op en weer terug. Kleine stukjes terwijl je knieën gebogen zijn. Leun naar je hielen toe. Voel je bovenbeenspieren gaan werken. Buikspieren blijven aangespannen. Kleine stukjes. Duw en terug. En duw en terug. Je leunt even op beide voeten. En dan kom je terug. Je mag natuurlijk altijd wat dieper door je knieën buigen. Trek je navel naar binnen. Adem in en uit. En je mag ook iets omhoog komen als je denkt van, oh, het gaat nu wel een beetje pijn doen. Kom je iets omhoog en dan kun je nog steeds die stappen opzij maken. Kleine stukjes. Buikspieren aan. Heel mooi. Schouders laag, nek los. Keurig. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 en de laatste. Blijf nog heel even hier in de squat positie. Hou nog heel even vol. Knijp je navel naar binnen. Kleine stukjes down en up. Heel mooi. Blijf ademen, blijf je navel naar binnen duwen. Nog heel even. 8, 7, 6,
5, 4, 3, 2, 1. En dan kom je staan. Dan kun je weer je benen losschudden. Alleen even bezig. Oké. We gaan nu een stap maken naar achteren. Je start met je rechterbeen. Je voeten blijven heupbreedte. Contact met je buikspieren. Je buigt iets door je knieën. Het hoeft op zich niet zo diep te zijn. Je mag natuurlijk altijd kijken of je wat dieper kan. Wanneer je omhoog komt, dan duw je in je voorste been. En dan span je de bilspieren aan achter. En je zet heel rustig je voet weer neer. Dus het ziet er als volgt uit. Buig, omhoog, duw. Stap. Buig, omhoog, duw. Stap. Buikspieren blijven aan. Bilspieren doen nu heel erg hun best. Zowel links als rechts. Duw in je voorste hiel. Omhoog. En dat voel ik bij je hamstrings, bij je bilspieren. En duw omhoog. Heel goed. Adem uit. In. Uit. Nog vier keer. In. Uit. En drie. In. En uit. Heel mooi. Twee. Laatste keer. Stap weer terug. Blijf hier. Heel goed. Buig door beide knieën. Je voorste knie is een klein stukje over je enkel. Je blijft tegen je voet aanduwen. Probeer je schouders nu boven je heup te krijgen. Buikspieren aan. Handen op elkaar. Kleine stukjes daar. Up. Het mag een beetje gaan trillen. Adem door. Heel goed. Gaat ie om, ladies? Ja. Ja. Voelen jullie het al een beetje branden? Puff, puff. Heel goed. Nog vier keer. Nog drie. Twee. En de laatste. Oké, nou strek hier eens beide benen. Voel lengte. Maak contact met je buikspieren. Je achterste hiel is nog steeds van de vloer. Handen op je heupen. En dan adem je uit. Navel naar binnen. En kijk eens hoe ver je voorover kunt buigen. Ja, dan strek je meteen ook de hamstrings en de bilspieren een beetje. En dan op een inademing, kom omhoog. Heel goed. En nog een keer, adem uit. Dus dit is ook een stukje balans. Kin blijft naar je borst. En kom omhoog op je inademing. Dus werk in het ritme van je adem. Nog twee keer. Heel goed. Omhoog. En dan nog de laatste. Heel mooi. Omhoog. Dan buig door je voorste knie. En dan ga eens kijken of je je achterste been hier zo woeps, omhoog kunt houden. Yes, yes. In- en uitademen. En dan zet je je voet neer. Schud je been los. Gaan we naar de andere kant. Yes. Schouders los. Oké. Eerst weer dat contact met je krachtcentrum, je buikspieren. En dan ga je kijken tot hoe ver je iets naar beneden kan. Check je voorste knie. Die gaat niet naar binnen. Die gaat richting je tweede en derde teen. Dan. Inademen. Duw in je voorste hiel. Knijp. Oké. In. En duw. Heel goed. Schouders blijven laag. En je achterste been hoeft niet eens zo heel hoog. Het gaat erom dat je voelt dat je bilspieren aan het werk zijn. En vooral van je voorste been. Oeps, en dan moet je natuurlijk wel in evenwicht blijven. Ik sta een beetje op een dikke mat, waardoor dat wat moeilijker gaat. Oké, nog vier keer. Voilà. En op drie. Duwen, duwen, duwen. Blijf in evenwicht. Heel goed. Oké, rustig aan. Laatste keer, kom maar. Laatste keer. Zet die stap naar achteren. Zet je schouders weer boven je handen. Helemaal kleine stukjes. Down, down, down. Blijf knijpen, hè. Contact met je buikspieren. Heel goed. Benen mogen een beetje gaan trillen.
Geen probleem. 4, 3, 2, 1. Mooi. Nou, strek beide benen. Voel weer de lengte die je maakt. Handen op de heupen. En op een uitademing buig voorover. Adem in. Kom rustig omhoog. Heel goed. Voeten blijven heupbreedte. Dat zorgt ook voor wat meer stabiliteit. Inadem omhoog. Nog twee keer. Buikspieren aan. Heel mooi. Laatste keer. Adem uit. Inademen. Oké, buig je voorste knie. Dan ga je je been omhoog. Kijk of je hier in evenwicht kunt blijven. Ademen. En zet je voet neer. Schud je been los. Heel mooi. Oké, je ademt in. Wanneer je uitademt, buig voorover. Je mag je knieën altijd buigen. Een stukje naar achteren. Yes. Oké. Voeten, heupbreedte. Gewicht naar achteren. Gewicht naar voren. Gewicht naar het midden van je voet. En als je uitademt, voel dat je nog iets dieper voorover kunt buigen. Mooi. Dan loop naar voren. In een omgekeerde V. Yes, yes. Oké, even kijken hoe het hier gaat. Ja, mooi. Oké. Buig je knieën. Die gaan richting de vloer. En wanneer je omhoog komt, duw je weer weg met je handen. Je mag je knieën gebogen houden. Nog drie keer. Inademen. En je raakt net niet met je knieën de vloer. En uitademen. Inademen. En uitademen. Laatste keer. Hou het contact met je buikspieren. Duw weg. Oké. Dan mag je met je knieën op de grond. Als je niet op je knieën kan, dan kom je op je rechterzij. Yes. Oké. Nou maak een kleine holle rug. En maak een bolle rug. Bol, 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 bol. Oké. Dan trek je navel naar binnen. Schouders laag. En dan ga je hier met je linkerbeen naar achteren. En lukt dat? Ja. Oké. Dan breng je hier je linkerbeen richting je bovenarm. En je voelt een knijp in de taille en in je buikspieren. En dan gaat je been weer naar achteren. En nog een keer. Heel goed. En kom terug. Nou, knijp in de bilspieren van je standbeen. Yes, dan ga je niet in je heup hangen. En duw. Nog een keer. Schouders blijven laag. Je schouderbladen super actief. Ga het voelen wat er gebeurt in je lichaam. Nog twee keer. En terug. En nog één. En terug. Lengte in je wervelkolom. Buikspieren zijn aan. Je kan hier naar de vloer kijken. En dan breng je je tegenovergestelde arm ook omhoog. Nou, knijp in je bilspieren, bekkenbodem, buikspieren. Voel een lift vanaf de mat. En ademen natuurlijk. 4, 3, 2, 1. En dan zet neer. Kom op je andere knie. Op je linkerknie. Als je daar niet op kan, dan kom je op je zij liggen. En dan breng je je rechterbeen omhoog. Oké. Trek je navel naar binnen. En dan naar je toe. Yes. En terug. Knijpen. En duw. En terug. En knijp. Duw. Draai ik me heel even om. En knijp. Goed zo. Ga door, hè. Nice. En knijp. Strek uit. Buikspieren doen nog steeds mee. Daar moet je bij nadenken. Die spannen zich niet vanzelf aan. Dus jij brengt je navel richting je wervelkolom. En nog 4. En 3. Duw weg van de vloer. Ellebogen zijn zacht. Nog 2. Nice. Laatste keer. Strek je rechterbeen uit naar achteren. Leun op je rechterhand. Knijp in je bilspieren.
En dan breng je je linkerarm omhoog. Inademen. En uitademen. Trek je navel naar binnen. Knijpen, knijpen, knijpen. Kan je het voelen? Op het moment dat je knijpt. Yes. Ja. Ja, ik hoor het hier al. Heel mooi. En zet dan neer. Oké. Dan breng de billen naar achteren. Kom dan omhoog naar voren. En breng je bekken hier naar de grond. En dan kom je heel even op je buik liggen. Want voordat we met de buik beginnen, gaan we eerst de rugspieren wat versterken. Dan breng je armen opzij. Voeten iets omhoog van de vloer. En dan ga je kleine stukjes. Up en down. Up en down. Up en down. Kleine stukjes, hè? Adem in. En adem uit. Up. Kijk naar de grond. Schouders laag. Hou je nek lang. Oké, nog vier keer. Up. Nog drie. Yes. Nog twee. En de laatste, blijf even hier. Breng je armen dan naar achteren. Heel goed, breng je armen omhoog. Kin naar je borst. Armen nog iets hoger. En dan alleen je armen up en down. Up, 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 up. Knijpen, knijpen, knijpen. Heel goed. Nek blijft los hier. Adem in. En adem uit. 8, 7, 6, 5, 4, 3. 2, 1. Heel mooi. Zet je handen op elkaar. Voorhoofd op je handen. Voeten op de grond. Schud de billen los. Schouders los. Diepe ademhaling in. En uit. Je mag eventueel op je rug komen rollen. Of, en je knieën dan naar je borst als je last hebt van je knieën. Of je duwt je hier zelf omhoog. En dan breng je je billen naar je hielen. En voor een lichte rek buig je voorover. Volgende uitademing. Trek je navel richting je wervelkolom. En met je buikspieren rol je heel rustig omhoog. En dan kom je zitten. Zet je voeten op de grond. En het kan zijn dat je even op een klein kussentje moet zitten om ervoor te zorgen dat terwijl je hier bent, je schouders boven je heup is. Als je merkt dat je wat naar achteren hangt, ga kijken of je wat hoger kan zitten. Breng je armen naar voren. Je ademt in, dat betekent dat je borstbeen wat omhoog komt. En wanneer je uitademt, trek je navel naar binnen, maar je trekt je armen wat naar voren. En wanneer je inademt, maak je weer lengte in je wervelkolom. En nog een keer, trek je navel naar binnen. Trek je armen wat naar voren. Buikspieren zijn aan. En dan adem in, kom omhoog. Deze doen we nog twee keer. Adem uit. Maak het contact met je buikspieren. Het is een kleine beweging. Maar je voelt misschien wel wat rek in je wervelkolom. Nog één keer, adem uit. Trek je armen naar voren. Ja, heel mooi. En dan kom je omhoog. Oké, nou breng je hier je armen omhoog. En je houdt je armen hoog. Het kan zijn dat je armen hier komen, dat ze niet verder naar achter willen. Dat is prima, maar hou je schouders boven je heup. Oké, op je inademing breng je je knieën iets van elkaar af. Wanneer je uitademt, breng je knieën weer naar elkaar toe. Inademen, open je bekken. Uitademen, trek je navel naar binnen. Lengte maken, lengte maken. Inademen. En uitademen. Doe je nog één keer. Inademen. En uitademen. Adem in. Voel hier weer lengte. En dan breng je je armen naar voren en je ademt uit. En je komt helemaal liggen op de mat. Dus je rolt heel rustig naar achteren. Ga ik iets naar voren. Ja. Heel rustig naar achteren, naar achteren, naar achteren. Heel mooi. En dan breng je je armen hier omhoog. En je zet je voeten wat dichterbij. Adem in. Breng de armen een klein stukje naar achteren.
En wanneer je uitademt, kin naar je borst en je handen breng je richting je knieën. Voel hier je buikspieren aanspannen. Inademen. En uitademen. Duwen, 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 duwen. Inademen. En uitademen. Heel mooi. Nog één keer. Inademen. En uitademen. En dan breng je handen richting de vloer. En je gaat up en down met je armen. Kleine stukjes. Dan mag je je rechterknie omhoog brengen. En je brengt je linkerknie omhoog. En je gaat door. In en uitademen. Heel goed. Ga door, ga door, ga door, ga door. Knijpen, 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 knijpen. 8. 7. 6. 5, 4, 3, 2 en de laatste. Heel goed. Kom je rustig liggen. Breng je hier je armen naar achteren. Dan hoef je armen niet op de grond. Trek je navel naar binnen. En dan ga je kijken of je je benen wat meer kunt strekken. Trek je navel naar binnen, knijp in je bilspieren. Nu gaat je linkerbeen helemaal naar beneden, naar de vloer. Je rechterbeen blijft omhoog. En dan ga je een cirkel maken naar binnen en naar buiten met je rechterbeen. Hou je bekken zo stil mogelijk. Je hebt een mooie natuurlijke holling in je rug. Je ademt rustig in en je ademt uit. En je ademt in. En je ademt uit. En je ademt in. En je ademt uit. Nog twee keer. Strek je armen naar achteren. Heel mooi. En nog één. Oké, breng je rechterbeen omhoog. En dan vanuit je buikspieren breng je je linkerbeen omhoog. Heel goed. Flex dan je linkervoet en die breng je weer naar beneden. Heel goed, strek je linkervoet en breng omhoog met je buikspieren. En als je last krijgt van je rug, dan kun je altijd nu je rechtervoet op de grond zetten. Heel mooi, en flex. En strek omhoog. Nog twee keer, en flex. En strek omhoog met de buikspieren. Duw je bekken tegen de vloer. En strek omhoog. Hou je linkerbeen hoog. Hij mag gebogen zijn. Leg je rechtervoet op de grond. Heel mooi. Nou, voel weer die lengte die je maakt. Trek je navel naar binnen. Breng je linkerbeen naar rechts en omhoog. Een grote cirkel. Adem in. En adem uit. Buikspieren aan. Adem in. En adem uit. Strek je voet in. Leg je rechterbeen op de grond. Leg je rechterbeen op de grond. Yes, je rechterbeen is ook super gestrekt. Heel mooi. Buikspieren zijn hier aan het werk. Als je last krijgt van je schouders, je mag altijd je handen achter je hoofd brengen. Je mag ook je armen naar achteren geduwd houden. Nog twee keer. Heel mooi. Ga door, ga door, ga door. Nog één. Grote cirkel. Oké, hou je linkerbeen hoog. Hij mag gebogen zijn. Nice. Nou. Voel dat je je bekken tegen de grond duwt, niet je onderrug. En dan op een inademing, breng je rechterbeen omhoog. Flex je rechtervoet en duw naar beneden. Adem in omhoog, bekken tegen de grond. Adem uit, buikspieren aan. Adem in omhoog. En adem uit, heel mooi. Flex je voet en je mag je linkervoet op de grond zetten als je last krijgt van je rug. Ja. Maar je buikspieren nog twee keer. Trek je rechterbeen omhoog. Heel goed. En dan gaan we voor de laatste keer. Nice. Oké. Armen nu naar je benen toe. Buig je knieën. Breng je knieën naar je borst. En draai kleine rondjes. Masseer je onderrug op de grond. Draai de andere kant op. Dan breng je hier weer je rechterbeen omhoog. Linkerbeen gaat iets naar voren. En dan pak je de achterkant van je been vast bij je hamstrings. En dan til weer je romp omhoog. Heel goed. Dus dan mag je vastpakken bij je hamstrings of bij je kuit. En dan ga je je been naar je toe trekken. Linkerbeen misschien nog iets meer naar beneden. Hele wervelkolom op de grond. En wissel om. En
wissel om. En dat mag met gebogen knieën. Het gaat om de rek aan de achterkant. Maar je buikspieren zijn ook behoorlijk aan het werk. En kom. Ga door. Heel goed. Nog 4 keer. Heb je last van je nek? Leg je hoofd op de grond. Nog 2. En de laatste. En dan leg je je hoofd op de grond. Knieën zijn gebogen. Knieën zijn boven je heup. Tegen elkaar aan. En je gaat nu je armen opzij brengen. Met je handpalm omhoog. En je duwt een beetje tegen de achterkant van je hand. Draai de knieën naar mij toe. Op je uitademing. Kom omhoog. Draai de knieën van me af. Schouderbladen blijven op de grond. En omhoog. Heel mooi. Inademen. En adem uit. Voel dat je weer terugrolt over je bekken. Dat je buikspieren zijn aangespannen. En knijp. Nog 4 keer. En adem uit. En nog 3. Keurig. Voor 2. Nice. Laatste. Heel mooi, oké. Breng je knieën naar je toe, pak je knieën vast. Draai kleine rondjes, masseer je onderrug. Draai de andere kant op. Dan breng je voeten weer iets omhoog. Pak de achterkant van je benen vast. Kin gaat naar je borst en je gaat omhoog rollen zonder dat je voeten de grond raken. Dus up. Yes, oké. Nou, maak je zo rond mogelijk. Je gaat naar achteren rollen. Tot aan je schouder. En dan omhoog en hou vast. Schouders laag. Kin naar je borst. Inademen naar achteren. Uitademen omhoog. Nog 2 keer. Kin naar je borst. Yes, nog 1. Heel mooi, blijf hier. Adem in, breng je borstbenen wat omhoog. Dus niet te rond, maar nu lengte maken. En dan kijken of je je benen wat kunt strekken. Hoeft niet, mag wel. Je kan ze ook gebogen houden. En op. Nou, voel de lengte hier. Trek je navel naar binnen. Heb je last van je rug, zet je voeten op de grond. Knijpen, knijpen, knijpen. Bekkenbodem, buikspieren. Ga het voelen. Misschien kun je je benen iets loslaten of helemaal inademen. Yes, schouders laag. Uitademen. Nog heel even knijpen, knijpen, knijpen voor 4. 3. 2. 1. Heel mooi. Zet je voeten op de grond. Adem in. Voel de lengte hier. Adem uit. Rol over je knieën. Schouders los. Nek los. In- en uitademen. Trek je navel naar binnen. En op een volgende inademing kom omhoog. Armen omhoog. En nu ga je heel rustig afrollen naar je mat. Zo langzaam mogelijk. Trek je navel naar binnen. Heel rustig. Ik verdwijn uit beeld. Maar niet voor lang. Heel rustig. Yes. Strek hier je benen. Strek je armen naar achteren. Heel goed. En dan ga je helemaal uittrekken. Dus strek je tenen. Maak lengte. Maak lengte. In- en uitademen. En dan breng je rechterbeen omhoog. Je mag je knie naar je toe brengen. En pak je knie vast. Je linkerbeen blijft op de grond. Nou, draai een klein rondje met je knie. Draai de andere kant op. Heel goed, dat is je rechterbeen. Nou, pak je rechterknie aan de buitenkant vast met je linkerhand. Rechterhand op de grond en je draait naar links. Nou, mag je met je hand een beetje zo op je knie duwen. Je voet leg je ontspannen op je linkerbeen. En je gaat heel rustig duwen. Nou, als je veel zit, is dit een hele fijne rek.
Natuurlijk wel nadat je eerst deze 30 minuten training hebt gedaan. Sowieso ook heel goed voor je rug. Oké, dan kom je terug. Je rechtervoet komt automatisch op de grond. Je schuift je rechtervoet weg op de grond. En dan breng je je linkerknie naar je borst. En dan draai je een kleine cirkel. Met je knie. En je draait de andere kant op. En je ademt rustig in en uit. Laatste keer. En dan pak je met je rechterhand je linkerknie vast en je draait naar rechts. Je voet ontspannen op je rechterbeen. Duw een beetje zo met je hand naar de vloer. Linkerarm ligt opzij. En adem uit. Duw een klein stukje, klein stukje. Nog één keer. Diepe ademhaling. Heel mooi. En dan kom je rustig weer naar de mat. En dan pak je hier beide knieën vast. En je duwt je knieën heel zachtjes zo naar je borst. Voel je wervelkolom op de grond geduwd worden. Pak weer de achterkant van je benen vast. Til je hoofd omhoog. En rol weer omhoog. Zet dan je voetzolen tegen elkaar aan. Breng je voetzolen een beetje naar voren. En dit was alweer het einde van dit Lunch Pilates les. Laat ons weten wat je graag zou willen zien of wat voor oefeningen je zou willen doen. Kun je altijd bij de comments beneden neerzetten. Dankjewel voor het meedoen en buig nog heel even voorover. Een paar ademhalingen. Heerlijk. Oké, klopt. Yay!